Khalid Kazemoord gevierd als de lieveling van de vooravond op een poel is nu het middelpunt van een verhaal dat leest als een thriller. Wie hebben ze in vredesnaam al die jaren losgelaten op de vooravond van Poen? Vraagt menig kijker zich af, nu de ware aard van Lievert en schat Kazem zich lijkt te onthullen. De speel van dit alles? De legendarische Peter R. de Vries, die vanuit het graf nog steeds de gemoederen weet te beroeren met zijn geheime opnames. Deze tapes, een Pandora's doos vol onthullingen, hebben het beeld van Kazem als een integer talkshowhost volledig op zijn kop gezet. Peter R. de Vries heeft hem verschrikkelijk genaaid, blijkt achteraf. De journalistieke speurneuzen Jelle Tieleman en Giel Timmermans van het AD zijn de heren achter de onthulling van deze sensationele waarheid. Hun vondst? Kazem, die zich ooit in de schijnwerpers baadde, lijkt eerder een maffia-polsduif te zijn geweest, zo getuigen de tapes waarop hij spreekt over ontkoping en duistere connecties met de onderwereld. Jullie hebben nu 2 artikelen gemaakt. Jullie hebben nog meer tapes, aldus Humberto Taan, die het vuurtje in zijn talkshow verder opstookte en de heren erna vraagde. Wij zijn druk bezig met ons journalistieke werk, antwoordde Jelle geheimzinnig, waarmee hij hint naar nog meer onthullingen die Kazems reputatie verder zouden kunnen schaden. Het grote publiek zit op het puntje van hun stoel, wachtend op wat nog komt. Giel onderstreept het belang van deze onthullingen, je laat zien dat iemand die nu in de spotlight staat, daar heel grote vraagtekens bij kunt zetten. Met de suggestie dat Kazem wellicht meer contact had met Ridouan Taghi dan eerder toegegeven, rijst de vraag, wat klopt er nog? Deze affaire schetst een beeld van een man die de waarheid naar zijn hand zet, terwijl hij anderen naar zijn talkshowtafel de maat neemt. Nu de G, het OM, de Rijksrecherche en de deken van advocaten al in hun licht op de zaak laten schijnen en Kazem onderzoeken, is één ding duidelijk. Er is rook en waar rook is is vuur en iedereen kijkt reikhalzend uit wat de beide journalisten van het AD nog meer gaan onthullen over Kazem.